Goedenavond, het is 7:02 op vrijdag 20 januari. Dit is 1 op vrijdag. Zometeen praten we met Timothy Maduro over de week van het gebed in de Kanaalstreek. En met Jan-Willem van der Kolk gaan we het hebben over zijn onderzoek over de familie Brouwer. Aan tafel zit Frank van het Hof, hoofdtechniek van het UBM-isme. En met hem spreken we over ChatGPT en wat voor probleem deze software veroorzaakt in het onderwijs. Maar we beginnen vandaag met Sophie Allarts. En Sophie, gisteren was voor jou een bijzondere dag, want jij had een speciale vermelding gekregen tijdens de sportverkiezing. En we horen al een beetje hoe dat ging op de achtergrond, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Want waarom had jij gisteravond een speciale vermelding? Het kwam opeens, want mijn ouders hadden opeens me aangemeld. Maar het is zeg maar een speciaal sport voor mensen met een hersenbeschadiging die niet zo makkelijk een sport kunnen vinden. Dus dat ze toch een sport kunnen vinden zoals ik. Want ik heb iets aan mijn benen en dan kan ik bijvoorbeeld niet goed rennen. Dus ja. Ja, en daarom heb je sport jij. En gisteravond was dan ook de sportverkiezingsavond van de gemeente Borgo-Doorn. En dan werd jij genomineerd voor een speciale categorie, een speciale sporten. Ja. Dat was de eerste keer toch dat het werd gehouden zo? Ja. Ja. Ja, en jij werd benaderd door de gemeente Borgo-Doorn. Die zeiden, nou, wij willen jou graag nomineren. Ja. Hoe, en toen? Wat gebeurde er toen? Ik was echt verbaasd en ik vond het echt geweldig. En ik dacht ook nog van als je dit meemaakt, dat is gewoon geweldig. Ja, want er kwamen hele grote namen ook waar je tussen stond. Ja, namen weet je misschien niet allemaal meer, want het was gisteren een hele bijzondere dag. Daar gaan we zo meteen nog over hebben, wat de opbouw van de dag was. Ja. Maar eerst, jij doet aan framerunning. Ja. Want wat is dat? Framerunning is een sport voor mensen met een hersenbeschadiging of die niet goed kunnen rennen of lopen. En dat ze niet zo makkelijk een sport kunnen vinden. Maar dat ze toch kunnen sporten en gewoon plezier in hun leven hebben. Nou, op de achtergrond zien we, op de tv zien we jou aan het sporten. Ja. Waar was dit, deze foto? In Denemarken. Toen was er een belangrijke wedstrijd van een week lang. Ja. Van 4 dagen trainen en 3 dagen wedstrijden. Ja, en dat was best wel succesvol voor jou, toch? Ja, op alle 4 afstanden 4 keer goud gehaald. Nou, we hebben ook een foto daarvan dat je 4 keer goud hebt gehaald. Voor de mensen die denken, nou, zal dat wel zo zijn? Dat is zeker zo. Die komt denk ik zo. Kijk, daar komt hij al. Dit waren 3 gouden medailles. Ja, dat was toen in Nelly Komans Games. Dit was hier in Stadskanaal. Ja. Dus dit was niet de foto in Denemarken. Maar hier bij de Nelly Komans Games. Dus eigenlijk ben je wel een heel succesvol sporter. Ja. 4 keer goud bij 4 onderdelen. 3 keer goud bij 3 onderdelen bij de Nelly Komans Games. Ja. Dus het was ook wel terecht dat jij won, toch? Ja. Ja, vond jij wel. Je zei, ik had het niet verwacht dat ik genomineerd werd. Toen de hele donderdag, gistermiddag, was ook al een bijzonder moment. Want wat gebeurde er gisteren allemaal? Ik werd naar voren geroepen om te komen. En dat was in de avond, maar daar vlak voor had je nog een etentje, toch? Met de wethouder van sport en allemaal andere belangrijke mensen. Ja. Wat gebeurde er toen? Met wie heb je daar kunnen praten? De naam werd ik wel vergeten, maar in ieder geval met de wethouder van... Mevrouw Huijing van sport. Ja, dus het was wel leuk en spannend. Ja, en wat zei ze dan tegen jou? Van hoe geweldig je doet en hoe je daarvoor staat. Ja, en dat geeft natuurlijk ook wel een mooie eer om dan daar te eten tussen al die andere grote sporters. Ja. Ja, en toen kwam 's avonds en toen werd je naar voren geroepen. Ja. En toen? Ik dacht van, oh, wat gebeurt hier allemaal? Dus toen zat helemaal mijn hoofd vol en ik wist niet wat er met me gebeurde. En op het hoogtepunt was misschien nog wel de prijs, maar daarnaast kwam ook een film. Ja, nog een film van mijn
trainer en mijn teamgenoot. En nog van de Paralympische speler. Ja. Dat vond ik echt te gek. Dat ik zelfs tranen in mijn ogen kreeg van pret en plezier. Van wat gebeurt hier allemaal? Dat had ik echt allemaal niet verwacht. Ja, want we hebben dat filmpje hier. Die gaan we, nu even naar kijken. Hoi Sophie, Jetse Plat hier. En volgens mij heb je een hele leuke avond bij de sportverkiezing. En ook hoorde ik dat jij 4 gouden medailles hebt behaald tijdens een internationale wedstrijd in Denemarken. Ik ben super trots op je en ik hoop natuurlijk dat je nog heel veel mooie wedstrijden gaat lopen. En dat je natuurlijk ook vooral heel erg veel plezier in behoudt. Dus zet hem op en gezellige avond. Ciao. Nou, het zijn hele mooie woorden, maar wie is deze man die we zagen? Ik ben zijn naam vergeten, maar het komt me heel bekend voor. Ja, Jetse Plat. Ja. Ja, en wat doet hij in de sport? Waarom vind je het nou zo fijn dat hij een filmpje voor jou heeft ingesproken? Laat ik die vraag stellen. Ja, het gaf me gewoon een boost en het gaf me een super fijn gevoel. Ja, zit hij in dezelfde soort sport dan wat jij doet? Dat weet ik niet precies. Maar wel een grote sporter waarvan je dacht, nou, dat is fijn om te horen. Ja. Dat hij zegt, nou, dat ik door moet gaan. Want geeft dit ook een stimulans? Ja, wel. Ja? Ja. Ik wil zeggen, en hoe zie jij je toekomst verder? Want jij bent nu dus de beste sporter van Borgo door in 2022. En dan, wat wil je nog gaan doen? Wat wil je nog bereiken? Nou, wat ik wil bereiken, mensen helpen om bij het sport te komen en sport populairder te maken. Want is het nog een beetje een ondergeschoven kindje? Is het nog een beetje te weinig aandacht voor? Dat weet ik niet precies, maar het is voor heel veel mensen een onbekend sport, omdat heel veel mensen er niet van weten. Nee, en jij zegt, nou, er moet juist verandering in komen. Ja. Ja, en hoe denk je dat jij dat daar aan bij kan bijdragen? Nou, ja, bijvoorbeeld voor mensen die lastig kunnen lopen, dat bijvoorbeeld advertenties online komen van, kom kijken, van jullie zijn welkom. Nou, je wil juist heel open staan voor het grote publiek daarin ook. Ja. Ja. Frank, jij bent volleybalcoach en voorzitter bij een volleybalclub, ja, weet ook, ik, ja. Ook nog. Als je dit dan zo hoort, denk je, nou, dit is juist de mensen die de sport nodig zijn? Ja, ik ken het dus helemaal niet. Dat verbaast mij eigenlijk dat we dit niet eerder hebben gezien. Want als je al 3 medailles, gouden medailles haalt bij de Nelly Coleman Games, hier in Stadskanaal, en nu dus naar voren bent geschoven, of gewonnen zelfs hebt in de categorie van speciale sporten. Voor speciale sporten. Aangepaste sporten. Ja, dat snap ik eigenlijk niet waarom wij dat verder niet kennen. Want, Nou, hoe komt dat, Sophie? Waarom kennen we jou dan nog niet? Ja, het is gewoon van heel veel mensen kennen CP niet. Dus een hersenaandoening. Dus ja, het is niet een bekend iets. Het moet verder. Maar de sport, frame running, hè, dat is ook nog niet zo bekend. Ja, dat moet echt een verandering in komen. Van dat ze echt open moeten zijn voor mensen die echt geen sport kunnen vinden. Dat ze gewoon bij ons kunnen aanschuiven. Ja. En waar trainen jullie dan? Wij trainen in Assen bij AAC 61. Okay. Ja, dat is niet, dat kan niet hier in de buurt, zeg maar, in de regio. Dat zou kunnen misschien, maar... Als je naar het hoger niveau gaat? Weet ik toch niet. Nee, precies. Nee, snap. Ja, Willem, jij bent wethouder geweest. Zat sport ook in jouw portefeuille? Wat, ik mag de microfoon wel even pakken. Ik heb ook sport in mijn portefeuille gehad. Nou, dan weet je ook hoe belangrijk de Nelly Coleman Games zijn. Zeker. En hoe belangrijk het is ook om jou bijvoorbeeld in dit geval een prijs te kunnen geven. Sport is hartstikke belangrijk. En met jou raakt die sport ook even in de focus. Hè? Dat is gewoon hartstikke goed. Dus je bent daarmee ook een voorbeeld voor heel veel anderen. Je verdient hem, maar het spankelt ook. Het heeft uitstraling en dat is heel erg belangrijk. Ja, en hoe belangrijk is zo'n verkiezing dan voor een gemeente? Dit was dan de gemeente Borgo-Door, maar jij was wethouder van de gemeente Stadskanaal. Maar hoe belangrijk is zo'n verkiezing? Nou, het is toch een jaarlijks gebeuren waarin mensen uit de sport elkaar treffen, elkaar ontmoeten. En het ook nog eens een keer over iets anders hebben. Ook kennis nemen van andere sporten. Het is een feest ook om erbij te mogen zijn. En zo'n prijs, die neem je mooi mee. Ik weet, in Stadskanaal was er altijd dezelfde prijswinnaar, 10 jaar lang.
Renate Groenewold was dat. Mm-hmm. Maar die kwam ook elke keer kwam ze haar prijs ophalen. Dus dat was wel heel erg mooi. En gelukkig hadden we nog veel meer prijzen in de aanbieding. Waardoor ook andere sporters in de spotlight kwamen. Maar dat heeft wel wat. Het is een feest en het is hartstikke leuk om dat met elkaar te vieren. Ja, yeah. Sophie, herken je dat wat Jan-Willem zegt? Ja, wel een beetje, ja. Was dat die sfeer ook zo gisteravond in het gemeentehuis van Borgo-Doorn? Ja. Gunde iedereen elkaar wel wat en was het vooral een feestje met elkaar? Ja, echt. Ze gunden heel veel. Ja, en nu een stapje verder, want je gaat nog naar Meppel toe, naar de speciale uitreiking daar. Kan je daar wat over vertellen? Ik weet er niet zoveel van. Maar het is met alle winnaars die genomineerd waren en die hebben gewonnen, dat ze daar uitgenodigd zijn. Ja, van alle gemeente in Drenthe. Ja. En dan komen alle winnaars daar terecht en dan komt er nog een winnaar uit, toch? Vanuit de provincie Drenthe, dacht ik. Dat weet ik zo niet. Nou, dat weet ik wel. Dat scheelt weer. Dus als het goed is, is dat de bedoeling. Dus dat moet je nog naar Meppel gaan. En hoe ga jij je dan onderscheiden? Waarom moeten ze jou dan kiezen? Of zeg je nou, ik hoef helemaal niet te winnen. Ik vind dit al prima. Ja, ik vind dit al prima. Van, het is geweldig dat je dit mag meemaken. En zo'n kans krijg je eigenlijk niet meer. Nee, dus eigenlijk een eer. Ja, het is gewoon eigenlijk mooi om mee te maken, om daar te mogen zijn en ja, plezier in hebben. Ja, en de Paralympische Spelen, is dat nog wat voor jou? Nee, helaas niet meer, omdat ik helaas in een hogere niveau zit. Dan kan ik er niet meer aan meedoen. En ze doen daar toch niets met frame runners. Dus eigenlijk is dat al geen optie meer voor jou? Ja. Nee. Sophie, dankjewel dat je aan wou schuiven vanavond. Ja. En nog heel veel succes richting Meppel. Ja. Frank, gaan we naar jou toe. We hebben je net al even gehoord. Jij bent hoofdtechniek bij het Ubbel Emmius. Ja, hoofdtechniek, dat is wel weer een beetje veel. Ik ben onder andere ben ik coach bij de lessen informatica en ik ben stafmedewerker ICT. En ik hou me vooral bezig met ook training van personeel, maar ook over van leerlingen. Nou, toen kwam afgelopen week het personeel, alle docenten gillend naar jou toe. Want er is iets spannends aan de hand, ChatGPT. Ja. ChatGPT, dat bestaat vanaf november 2022 en is een product van OpenAI. En OpenAI is ooit in 2015 opgericht door onder andere Elon Musk. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Op dit moment natuurlijk ook eigenaar van Twitter. Maar OpenAI, AI, Artificial Intelligence... Dus dat zegt het al van, dat kan dus dingen gaan leren. Een computer die dingen dus gaat leren. Ja, kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is er inderdaad de Nederlandse vertaling ervan. Ja. Dat klinkt wel spannend allemaal. Ja, natuurlijk, dat is hartstikke spannend. Als je dus inderdaad daarmee bezig bent. En als je dus nagaat dat er vanaf 2015, ze hebben toen $1 miljard hebben ze erin gestopt om dat te gaan ontwikkelen. En sinds november 2022 hebben ze dus een chatfunctie erin gezet. Nou, die chatfuncties die ken je wel als je naar een webshop gaat en dan komt er ineens een bolletje van, hey, kan ik u helpen? Dat is ook een chatbot, maar die werkt statisch. En ChatGPT, die werkt dus veel beter wat dat betreft. Die werkt echt voortreffelijk. En daar hoef je maar een zin in te typen en hij doet het voor je. Of het nou in het Engels is, Frans, Nederlands, maakt ook allemaal niet uit. En daardoor voortbedurend hebben ze dus ook nog iets, dan kun je dus zeggen van maak voor mij een tekening. Daar heb ik wat voorbeeldjes van. Ja. En dit is ook van OpenAI. Dit is ook van OpenAI. Van dezelfde makers. Hier heb ik ingegeven, create a bass guitar painting in de stijl of Herman Brood. Nou, iedereen kan dit zien. Ja, dat is in de stijl van Herman Brood, ja. Dat is gewoon in de stijl van Herman Brood. Dat kan iedereen direct zien. Een andere had ik nog even, een oil painting, King's Cross St. Pancras, de station in Londen, in de winter. Ja, sneeuw. Nou, als je een beetje weet hoe St. Pancras eruit ziet, dan klopt het wel ongeveer. Dat is dus met de afbeelding, is ook van OpenAI, dat heet trouwens DALL-E. Dus ja, Salvador DALL-E, maar als je dus een stukje tekst wil laten genereren, bijvoorbeeld je moet een verslag hebben of wat dan ook, dan kun je gewoon zeggen van, maak een verslag over pentesting
voor het vak informatica. En als je dan geen restricties er verder aangeeft, dan krijg je bijvoorbeeld gewoon een stukje tekst waarin staat van pentesting, ook wel penetration testing enzovoort enzovoort. En dan krijg je eigenlijk alle informatie die je wil. Voor een voorbeeldje zijn we vanmiddag al eventjes in OpenAI gedoken. En daar gaan we even naar kijken. Dit is dus ChatGPT. Eigenlijk gewoon een soort robot die voor jou verhalen kan schrijven. Bijvoorbeeld, we vragen hem nu even om een artikel te schrijven over de sneeuw, waar een groot deel van het land vandaag van in de ban was. Nou, dan zie je dat hij al begint met schrijven. En dat hij eigenlijk begint met wat algemeenheden, zodat het niet zo vaak sneeuwt in Nederland. Nou, dat is logisch. Maar hij legt ook uit waarom dat is. De robot die dit schrijft haalt net zoals Google bijvoorbeeld zijn informatie van het internet af. Zo kan het zijn dat het wat algemeen is, maar soms heeft hij ook gewoon hele goede invalshoeken. Zoals bijvoorbeeld hier dat het slecht is voor de landbouw. Dan vertelt de robot ook nog dat het in de wintermaanden vaak sneeuwt. Nou, dat weten we vaak wel. Dus eigenlijk is dit niet zo lastig, maar het is toch handig als jij bijvoorbeeld een kort stukje moet schrijven over de sneeuw voor school of je werk. Maar laten we hem nu eens een wat moeilijkere vraag stellen. We gaan het chatbot nu eens vragen hoe Stadskanaal eigenlijk is ontstaan. Vrij handig om te weten als je er bijvoorbeeld een opstel over moet schrijven voor school. Nou, dan krijg je het heel snel. Stadskanaal is ontstaan in de 20e eeuw, toen er een aantal dorpen en gehuchten werden samengevoegd tot één gemeente. Even kijken, de ontwikkeling van de turfwinomgeving. In de jaren 30 van de 20e eeuw was het snel een belangrijk centrum voor turfwinning. Nou, en dan krijg je hem al. Toch handig, als je er net iets meer over wil weten. En mocht je je nou helemaal vervelen, kun je ChatGPT altijd nog vragen een goede grap te vertellen. Zoals nu, waarom was de computer koud? Omdat hij een open deur had. Ja, je ziet, de robot is niet overal perfect in. Hij is dus niet overal perfect in, Simon. Nee. Maar op de dingen voor studenten wel. Nou ja, wat je inderdaad ook zag en wat Hielke ook vertelt, is dat je dus inderdaad gewoon kunt vragen van, nou, schrijf ergens iets over. En ja, hij voert het gewoon uit. En bijna is hij al aan schrijven of aan nadenken als jij de vraag stelt. Ja, dus dat wordt wel een dingetje ook voor studenten en leerlingen natuurlijk. Want het wordt ineens veel makkelijker om dus een essay of een boekverslag of wat dan ook te schrijven. Ja. Maar je kunt namelijk ook aangeven, nou, het moet voldoen aan minimaal zoveel woorden. Ik bedoel, van de docent Nederlands krijg je de opdracht van, nou, maak een opstel in minimaal 100 woorden. Nou, dat geef je aan bij de opdracht. En dan doet hij dat ook. Ja. Is dat te zien dat het van ChatGPT komt? Nee, dat is het probleem. Vroeger had je dus, als je dus dingen plukte voor je verslag van internet en je leverde dat digitaal in, of vroeger zeg ik, dat was 2 jaar geleden. Twee jaar geleden was het nog zo. En ja, nog steeds wel natuurlijk, maar dan had je plagiaatcontrole en dan kon er dus gekeken worden van, nou, dat is van het internet gehaald. Of dat is inderdaad zelf gegenereerd, die tekst. Maar dat is dus bij ChatGPT, is dat gewoon op dit moment schier onmogelijk. Er schijnen wel al op dit moment sites in aanbouw te zijn waar er al beta-versies van zijn, die je dus kunt gebruiken om te analyseren of dit inderdaad door een door chat gemaakt is of niet. Mm-hmm. Maar dat staat nog in de kinderschoenen natuurlijk. Dus daar hebben we nu nog niks aan? Daar hebben we nu nog niks aan. Dus er kwam al een docent, die kwam bij mij en die vroeg van, kunnen wij ook in de toetsweek, wat over 2 weken is, kunnen we dan ook een computerlokaal afsluiten van het internet, dat ze in ieder geval geen ChatGPT kunnen gebruiken tijdens het schrijven van een verslag wat ze moeten inleveren in dit geval was het Frans. Ja. Is dat mogelijk? Ja, alles is mogelijk. Maar is het wenselijk? Kijk, we kunnen natuurlijk technisch heel makkelijk een website blokkeren. Nou, dat is voor even is dat leuk, maar als je dus wel GPT mag gebruiken ergens voor, ja, dan is die website ook geblokkeerd. Dus dat is dan weer de afweging die je moet maken. Maar goed, dat is niet aan mij, dat is aan de schoolleiding. Ja, want sinds wanneer komen docenten naar jou toe met argwaan over ChatGPT? Nou ja, dat was natuurlijk van de week was het ook al in het nieuws op Radio 2. Daar werkte ik 's morgens bijna wakker mee. Van, nou, Jeroen Kijk in de Vechten was ook helemaal lyrisch. En je wil hem roodbeen, idem dito. Dus ja, dat. Dus toen begonnen de mensen inderdaad ook wat te denken van, ja, hoe moet dit? Ja. Nou, er zijn nog veel meer voorbeelden van kunstmatige intelligentie. Er is ook eentje die kun je dus zeggen van, nou, ik heb hier een muziektrack.
en haal mij daar de basgitaarpartij eruit. Feilloos. Dan krijg je dat alleen... Dan krijg je alleen de basgitaarpartij van dat nummer. Is het gevaarlijk? Is dit gevaarlijk? Ja, als het zulke grote stappen gaat nemen en er wordt geen beleid opgezet, dan kan het best gevaarlijk zijn, denk ik. Dat je dus inderdaad wel moet gaan denken van, ja, wat moeten we hiermee als leefomgeving? En is het inderdaad, moeten we dat niet ook een beetje aan banden gaan leggen? En wat denk jij? Moeten we dit willen, zoiets? Het is natuurlijk voor een hele hoop toepassingen is het natuurlijk ontzettend mooi en dat zulke dingen gebeuren. En ook vooral voor de medische wereld en wetenschap en al dat soort dingetjes meer. Maar ik denk dat op een gegeven moment dat er ook wel kwade bedoelingen mee zijn. En daar moeten we wel voor waken, denk ik. Ja. Timothy, kende jij dit al, het fenomeen? Ja, dat ken ik. Dat ik zelf een informatica achtergrond heb. Dus kunstmatige intelligentie, daar ben ik mee opgegroeid. Mm-hmm. En ja, het is altijd een grensverleggend gebeuren. En de uitdaging is elke keer van, gewoon, hoe kan je dit omarmen? Hè? En hoe kan je het gebruiken? En iedereen vindt bijvoorbeeld tegenwoordig dat je in je auto stapt en dan 's ochtends als het heeft gevroren, dat je nu een standkachel hebt, hè? Dat de auto vanzelf eigenlijk opwarmt. Als je dat 20 jaar terug of 30 jaar terug, dan zeg je van, ja, dat is gevaarlijk. Hè? Mm-hmm. En het vliegt in brand of zo. En nu is het heel normaal. Dus de uitdaging hier is ook van, hoe omarm je? En dat is eigenlijk mijn vraag naar jou toen voor school ook. Van, welke mogelijkheden heeft de school om zo'n techniek toch een ruimte te geven? Want je moet het leren kennen. Wat voor mogelijkheden hebben jullie op? Nou, als ik kijk naar mijn vak informatica, dan heb ik wel zoiets van, ja, dit moeten we absoluut omarmen. En daar moeten dus leerlingen ook mee laten werken en mee laten spelen en kijken wat het kan. En daar ook uit leren en enthousiasmeren om de techniek in te gaan. Dat is natuurlijk ten eerste het doel. Maar aan de andere kant kan ik inderdaad, de talendocenten kan ik heel goed begrijpen, dat die dus hier een bedreiging in zien, dat de leerlingen dus niet meer zelf dat stuk gaan schrijven. Dus niet meer hun eigen inbreng daarin zetten. En ik denk dat de bedreiging is, maar omarming, zeker. Zeker voor de techniek, maar ik noem dan alleen informatica, maar ik denk dat natuurkunde en wiskunde en misschien nog wel veel meer vakken de techniek sowieso volledig gaan omarmen. Ja. Nou, ook wiskundige formules kun je gewoon in chat zetten. Dat komt eruit. Ja, dus, stapsgewijs. En hebben leerlingen al aangegeven dat ze het gebruiken? Hebben jullie het al op school besproken met de leerlingen? Nou, als ik kijk binnen de informatica club, dan gebruiken leerlingen dat wel al. Alleen, ik heb ook wel eerlijke verhalen gehoord dat ze bijvoorbeeld nog niet gebruikt hebben voor hun profielwerkstuk bijvoorbeeld. Wat binnenkort ingeleverd moet worden. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal wel van die dingetjes van... Nog niet, maar nee, dat betekent wel dat ze erover nadenken. Natuurlijk denken ze daarover na. Kijk, als je dat met één druk op de knop, als je dat kunt laten genereren, dan is het toch veel makkelijker dan zelf het verslag schrijven. En stel dat iemand dat toch doet? Ja, het is niet te controleren op het ogenblik. Dat is toch fantastisch? Ja, nee, dat je zo een verslag kan typen in 3 seconden tijd? Ja. Nou, hij doet er wel iets langer over, hoor, maar... ik had de pentesting had ik dan even genomen, omdat er toevallig een profielwerkstuk was ingeleverd over pentesting. Mm-hmm. Die was wel iets dikker. Zijn zoveel mooie dingen in te verzinnen. Het is heel erg mooi, maar de bedreigingen zijn er natuurlijk ook. In de underground natuurlijk, dat moeten we ook niet vergeten. Maar voor nu, op het Ubbo Emmius, komt het goed? Alvast. Ja, we gaan overal een oplossing voor vinden. Dus we zullen wel zien als toetsweek gaat beginnen. Maar hoe grote paniek is dat uitgebarst wordt. Dat zien we dan wel weer. Helemaal goed. Frank, dankjewel dat je aan wou schrijven. Graag gedaan. Ja, en zometeen schrijft Christian Batakelee. Nee, dat is niet waar. Timothy Moduro, net gewisseld aan. En met hem gaan we het hebben over de week van het gebed in de Kanaalstreek. En ook schrijft Jan-Willem van der Kolk aan. En met hem gaan we het hebben over zijn onderzoek over de familie Brouwer. Er werd namelijk door meneer Brouwer brieven geschreven. Mevrouw trouwens, moet ik zeggen, Jan-Willem, of niet? Nee, meneer kan heel goed zijn. Kan allebei? Dat weten we nog niet. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben in ieder geval. Ja.
Maar er werd door meneer Brouwer in ieder geval ook brieven geschreven toen hij ondergedoken zat. En deze werden afgelopen week overhandigd door Jan Willem van der Kolk aan de familie. Wij vinden het leuk als familie Brouwer. Wij hebben brieven van jouw vader. Ja. En die brieven die heeft hij vanuit hier geschreven. Ja. En die brieven heeft hij geschreven naar de familie die toen nog in Den Haag was. Ja, naar Thie. Naar Thie, klopt. Ja. En zijn naam was, schuilnaam was Piet. Piet. Ja. Maar wij vinden eigenlijk dat deze brieven, deze originele brieven, aan de familie toebehoren. Ah, dat vind ik fantastisch. Dus we wouden eigenlijk deze brieven aan jou geven, nou, van jouw vader. Dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Fantastisch. Dit is, dit is zo'n belangrijk document voor ons, voor mijn hele familie. Ja, geweldig. Daar heb ik geen woorden voor. Hartstikke fijn. Alsjeblieft. Ja, geweldig. Nou, dat gaan we heel goed, dat gaan we inlijsten en daar gaan we nog heel vaak het over hebben in de familie, dat kan ik je wel vertellen. Want het is een ongelofelijke periode die hij heeft doorgemaakt. Een totaal uitzichtloos bestaan eigenlijk en als je hoort dat je ouders ook nog zijn getransporteerd en zijn omgebracht. En dan zit je hier als jongen alleen van 16 en je denkt, wat moet ik in het leven? Ik heb nog een broertje waar ik voor moet zorgen en hoe lang gaat dit nog duren? En, je zit maar in dat ene vertrek wat te lezen, wat te wachten en aardappels te schillen en de dagen te tellen zonder een perspectief, zonder einde. Je weet dat alles is door de Duitsers weggehaald, alle bezittingen zijn weg, de zaak is weg, alles. Dus totaal uitzichtloos en dat ik hier sta, dat ik er überhaupt ben, is ook aan de familie Brouwer te danken. Dus er zijn geen woorden voor. Fantastisch. Geweldig. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee. En dus mijn hele familie is daar blij mee. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, Jan Willem, we zien hier een reportage vanuit RTV Drenthe. Ja. Je hebt hem benaderd om mee te gaan in jouw onderzoek. Maar wat zagen we hier nou? We zagen dat de familie Brouwer, Els en Watsina Brouwer, dat zijn twee kinderen van Arie. En Arie is weer een zoon van Thie Brouwer. Die zie je brief overhandigen die Ebe de Lange, sorry, tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven vanuit zijn onderduikadres naar Thie Brouwer in Den Haag. Ebi zat ondergedoken bij Jantina Brouwer en bij Altje Brouwer. Jantina was 80 toen ze daar woonde. En haar vrijgezelle dochter woonde daar ook aan de Handelskade 26. En die boden de hele Tweede Wereldoorlog onderdak aan onderduikers. En in de laatste periode, de laatste 9 maanden van de Tweede Wereldoorlog, ook aan Ebi de Lange. Ebi de Lange was toen 15, werd 16. En was via 12 onderduikadressen aan de Handelskade 26 beland. En diegenen die daar een belangrijke rol in speelden waren Thie en Watsina. Thie is geboren in Gasselte Nijveensemond. Dat was dus de zoon van, soms moet je even nadenken over de namen, van Jantina Brouwer. De grootmoeder van 80 die daar onderduikers geboren. Ja. En Thie was actief in de trouwgroep, een prominent in de trouwgroep. Hij was vriend van Johannes Post en ook van Jan Smallebroek. Dat zijn hele bekende namen. Thie die bewoog zich in de Leeuwte. Die was min of meer, ik heb het genoemd, een baken in de storm. En dat verhaal van Thie is nog maar heel kort bekend eigenlijk, sinds een paar jaar. En dat kent een hele aardige geschiedenis. Thie Brouwer is de volle neef van de tweede man van mijn grootmoeder. En op een gegeven moment ging ik naar Arie toe, die was toen eind 80. Die had me eerder verteld over een voorval in de Tweede Wereldoorlog, waarbij zijn vader gelijk op fietste met Roelof Jan Dam. Roelof Jan Dam was een van de leiders van de Noordelijke Knokploegen. En bij Assen koos Roelof Jan Dam voor de route via Loon en hij ging via Fries. En ze hadden een vergadering van het verzet in de stad Groningen. En Roelof Jan Dam is toen opgepakt in Loon. Vervolgens verhoord in het Scholtenshuis aan de Grote Markt. En een paar dagen voor de bevrijding van Assen gefuseerd in het Assenbos. Dus met dat verhaal had hij mij een keer verteld. En toen ging ik naar hem toe. Ik zeg, nou, dat verhaal wil ik wel optekenen in het kader van 75 jaar vrijheid. En toen kwam hij met veel meer gegevens. En daaruit blijkt gewoon dat zijn vader gewoon heel veel meegemaakt heeft. En zijn moeder ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Arie trouwens ook. Arie is in december overleden in Ermelo. Voelde zich nog heel nauw verbonden met Gasselte Nijveensemond. En ja, ik word nu geschetst als de onderzoeker, maar dat was ik niet. Dat was Arie. Arie was een onderzoeker. Ja. En die heeft mij die informatie geleverd waarmee ik vervolgens het artikel heb geschreven. Ja, maar waarom wilde je dit verhaal vertellen? Wat vond je nou, was het nou omdat dus
het uiteindelijk familie van jou is? Of? Het integreert. Kijk, dat het verre familie van me is, dat speelt veel minder. Het integreert mij wel natuurlijk. Hè. Mijn grootmoeder Geertruide Post is een echte Drentse Overijsselse veenkoloniaal. Uit de Krim, nabij Nieuwlanden in Hollandse Veld. Mm-hmm. En zij had dus op een gegeven moment, dat is wel een aardig verhaal, want daarom is het wel gebeurd. Deze foto, ik kreeg een paar jaar geleden een schoenendoos met foto's van mijn familie, van mijn broer. Ja. En op een van die foto's zat mijn grootmoeder samen met Harm Groenwold. En dan zou je denken, ja, wat is er interessant aan? Nou, wat er interessant aan is, is dat oude Pekela, nieuwe Pekela, Veendam foto Karel Kralder achterop staat. En dat was voor mij zoiets van, hey, mijn grootmoeder, die in 90, die nooit geweten heeft dat ik hier gewoond heb, die heeft hier gebivakkeerd. Dat wist ik helemaal niet. Terwijl ze hier niet vandaan komt? Zij kwam hier niet vandaan, maar Harm Groenwold dus wel. Zijn geboorteboerderij aan de Nieuwe Diep, die staat er nog steeds. Dat wist ik niet. Harm Groenwold is overleden toen ik 3 jaar oud was, in mijn nabijheid notabene. Ik weet daar niks meer van. In Lochem, daar logeerde hij toen. En via Arie Brouwer, die had dus een heel onderzoek gedaan naar de familie Groenwold. En dat vond ik hartstikke leuk, daar heb ik een verhaal over geschreven. En een van de loten van de familie Groenwold was Jantina. Jantina is een Groenwold. En daarmee dus ook de tante van Harm. Nou, zo bouw je dat op en dat is gewoon buitengewoon integrerend. En wat ik natuurlijk leuk vond, was dat die, zijn neef, had een bestuurlijke loopbaan gehad. Als 16 jaar wethouder in Assen. Nou, dat triggerde mij wel. Gedeputeerde ook nog, toch? Gedeputeerde is die geweest, voedselcommissaris. Dus ja, daar ben ik me dus, omdat ik weet dat hij op een gegeven moment actief was geweest in de Tweede Wereldoorlog, heb ik me daarin verdiept. En daar heb ik een verhaal voor neergeschreven. En het TV Drenthe heeft dat opgepakt, die heeft daar een podcast van gemaakt. En nu wordt er heel veel aandacht aan besteed, ook in Israël. Want het, ook in Drenthe is het wel bijzonder. Ja. Omdat iedereen kent Johannes Post. Heel veel mensen kennen Roelof Jan Dam. Maar Tiep Brouwer was een onbekende. Dus in Gasselten, Nijveen, waar hij zijn roots heeft, leeft dat nu ook volop. Mm-hmm. En hopelijk krijgt hij dan die onderscheiding. Ja, want dan hebben we het over de Yad Vashem-onderscheiding. Gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Ik wil eerst nog even op het onderzoek, want jij bent dit dus gaan onderzoeken. Ja. Wat vind jij, dit is niet het eerste verhaal wat je hebt onderzocht. Wat vind jij dan zo leuk aan het onderzoeken? Nee, ik vind het schrijven leuk. En ik vind het leuk om die informatie bij elkaar te halen. Dus die puzzelstukjes leggen, is dat het? Ja, kijk mensen, ik kan best schrijven, dat wist ik wel. Een onderzoeker ben ik dus niet. Ik hou er niet van om allerlei feiten uit te rafelen of in archieven te duiken. Daar ben ik helemaal niet aangewezen persoon voor. Dus die informatie werd mij geleverd. En dan gaat het van het een naar het ander. Ik heb ook een verhaal geschreven over Annie Post Salomons. Ja. Ook een onderbelicht verhaal. Zelfs de VARA is ermee weggelopen met dat verhaal. Dat krijgt ook aandacht waarschijnlijk in 2024. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat het jaar van de verzetsschouw, ook de herdenking. En daar krijgt Annie denk ik dan ook een plek in. Maar vervolgens belandde ik bij Tie. En ja, je zag net in het filmpje, zag je Job, de zoon van Ebi, mm-hmm. praten over de brieven die hij had ontvangen. Nou, en ik heb hem tegen hem gezegd, ik ga ook een verhaal schrijven over jouw vader. En het geluk wil dat er al best heel veel over geschreven is. Maar zijn verhalen van zijn familie is ook zo integrerend dat ik dat dus ga doen. Ik zie het als hobby. Ik ben geen professional. Maar het triggert mij wel en op zijn tijd om op zo'n artikel te schrijven. Ja. Hoe belangrijk is die Jantina Brouwer geweest in dit hele verhaal? Heel belangrijk. Wat bekend is, is dat Jantina en Aaltje echt de hele Tweede Wereldoorlog onderduikers hebben opgevangen. Mm-hmm. En kijk, dat is ze. Aan de handelskade 26. Zij bood ook, zij verborg in haar schuurtje ook, ja, dat klinkt ook als een jongensboek bijna, allerlei materialen waarmee persoonsbewijzen werden gedrukt, hè, valse persoonsbewijzen. Wildervank was het centrum voor Noord-Nederland voor de verspreiding van valse persoonsbewijzen. Nou, mensen kwamen naar haar, ze maakte deel uit van het netwerk. Ze heeft er nooit over gecommuniceerd, hè? Nooit. Haar dochter ook niet. En die heeft er alleen maar over gecommuniceerd. Eigenlijk naar zijn kleindochter, terwijl die een hele openbare functie had, sprak hij niet over de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak niet over de ervaringen met Johannes Post. Een van de dingen die me wel triggerde is, wel, hij komt wel voor in het levensroman van Johannes Post. Mm-hmm. Dat was een bestseller na de Tweede Wereldoorlog. Maar verder sprak hij er eigenlijk nooit over. Waarom niet dan? Omdat je aan de ene kant was je gericht op de toekomst. Hij ging na de Tweede Wereldoorlog volop aan de slag. Hij werkte alleen maar naar mijn gevoel, als je dat bekijkt. Hij wilde ook niet terugkijken uit respect voor zijn kameraden en zijn familieleden die omgekomen zijn. Dat was ook heel belangrijk.
En het derde waar ze heel erg voor waakte was, het gaat niet om mij als persoon. Het gaat om de boodschap, om datgene wat belangrijk is in het leven. Zeker niet om mij. Ja. Dat was ook iets wat hen kenmerkte. Nou, kunnen we Jantine ook een beetje zien als het spin in het web dan, van het verzet? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat was veel met die. En ik denk dat bijvoorbeeld Ebe de Lange is ondergedoken bij haar. En ik vermoed ook dat die haar zoon daar een rol bij heeft gespeeld. Nee, ze bood onderdak en ze faciliteerde het. Ja, je had het net al even over de Yad Vashem onderscheiding. Mm-hmm. Wat is dat voor onderscheiding? Dat is een hoge onderscheiding van de staat Israël. Ze hebben een organisatie in Jeruzalem die aanvragen beoordeelt. En hij is bedoeld voor niet-Joden die Joden hebben geholpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Timothy, wat heb jij, als je dit verhaal zo hoort, wat denk jij dan? Nou, ik denk heel veel. Mijn achternaam is Maduro. En sommige mensen kennen Maduro dan. En van George Maduro, die ook in het verzet heeft gezeten. Ja. En dat is een belangrijk verhaal. Dus dat resoneert zeker bij mij als familielid. Hè. Dat doe je iets, ja. Dan neem je iets mee. Maar wat ik ook heel mooi vind, is wat het voor de gemeenschap betekent. Dus ook voor ons, ik kom uit Curaçao, dus dan neem je zo'n verhaal mee. Ja. En wat ik heel mooi vind, straks hebben we over mijn onderwerp, maar heel veel mensen weten niet wat er hier in de omgeving heeft gebeurd. Klopt. En dat deze mensen opstaan om voor iemand anders iets te doen, dat is grensverleggend. Ze gaan over grenzen heen. En dat is heel veel moed. Hoe heb je dat persoonlijk ervaren? Hè? Als je het ik vind het wel heel boeiend. Hè? De vraag die je... wat Sina zegt dat heel mooi voor Ed Vetrent. Wat zouden wij doen, hè, als we in een situatie zouden verkeren? Ja. Die had een goede positie ook in de samenleving. Hè? Hij was erudiet. Maar hij gaf tot twee keer toe zijn baan op. Hij liep groot gevaar. Hij ging het laatste jaar gewoon compleet in verzet. Terwijl hij wel heel veel kinderen had die hij moest onderhouden. Ja. Dus dat deden ze gewoon. Omdat ze vanuit hun christenplicht zeiden zij. Maar ze vonden dat belangrijk. Ja. Die Yad Vashem onderscheiding, ga je er toch even weer naar terug. Want dat is wel heel belangrijk in die cultuur, toch? In de Joodse cultuur. Ja, er wordt heel veel aandacht aan besteed. Ik nam contact op met de Israëlische ambassade. En binnen een paar dagen had ik contact met de organisatie en kreeg ik een contactpersoon aangewezen. En je merkt nu ook uit alles dat het heel belangrijk is. Ook familie De Lange, ik vertelde net aan jou in de pauze. Ja. Die gaf mij ook een heel mooi boek over de Joodse geschiedenis. Je merkt dat ook wel uit de houding van Job. Dat het hem heel veel doet. Hij zegt gewoon, als die hulp niet was gegeven, dan had ik hier niet gestaan. En hij ervaart het leven ook echt als een geschenk. En ik vind het tegelijkertijd ook wel opvallend, hoor. Als je kijkt naar de familie, hè, zijn hele familie is bijna uitgeroeid. Uiteindelijk niet zijn ouders, dat is een heel apart verhaal. Ze zijn als een van de weinige echtparen levend uit Auschwitz gekomen. Mm-hmm. Maar als je dan die verhalen hoort en hoe dat gegaan is, ook met de andere familie. Ja, dan denk ik, kan je dan nog vrolijk in het leven staan? Hij zegt van, een dag zonder gelachen te hebben is... dat is geen... Hè? Ja, precies. Ook die houding zit heel erg, heel positief en optimistisch en heel blij. Maar ook heel dankbaar. Dus ook voor de mensen die veilige haven hebben geboden. Maar ben jij de initiatiefnemer geweest om naar de Israëlische ambassade dan te gaan? Nou, of heb je dat in overleg gedaan? Nee. Ik onderhoud contact met de familie. Ik kijk ook met de familie van Annie Post-Salomons. Dat is ook al van bekend dat de hele familie onderscheiden is. Behalve zij die het meest geleden heeft en altijd in die concentratiekamp heeft gezeten. Dus met dat verhaal kwam ik er terug bij de familie Brouwer. En je merkte ook bij de nabestaanden zoiets van we moeten dit... een nog pregnantere plek gaan geven. Dat verdienen ze. We leven nu in een andere tijd. Het is belangrijk dat het verhaal ook naar buiten wordt gebracht. Dat er over verteld wordt. Dat het ook gewaardeerd wordt. Mm-hmm. En je merkt ook bij lezers van de artikel. Die zeggen van die type vrouwen die wat zien. Jantina en Aaltje. Moet dat niet. Juist in deze tijd. Hè, waar het weer onrustig is. Waar mensen ook meer spanning voelen in de wereld. Moet je dat niet goed naar buiten brengen. En ik heb toen ook gezegd, samen met jullie ga ik hem aanvragen. Dat was best een ingewikkeld verhaal. Want voor Jantina en Aaltje is onmiskenbaar gegeven dat ze onderduiks een onderduiksadres hebben geboden. Ook via de verklaring van Abi. En zijn vader heeft nog voor Steven Spielberg, Soho Foundation, een hele verklaring hardop gezegd en verteld tijdens zijn leven. Dus dat konden we allemaal gebruiken. Maar voor Tien en Batsina was dat wat lastiger. Wij wisten,
dat ze onderduikadres waren voor een Joodse vrouw, voor Esther Mol Bouwman. Maar die heeft geen nabestaan. Hmm. En dus we hebben gezegd, nou, die en Watsina, daar draait het naar mijn gevoel wel om. Dat was de kern, het spel. Watsina liep met de kinderwagen inderdaad, met wapens door Den Haag en dat soort dingen. Bonnenkaarten, die verspreiden ze vanuit hun woning. Dus wij hadden zoiets van, ja, het kan toch ook niet zijn dat Jantina en Altje nu die onderscheiding krijgen en Tien Watsina niet. Dus toen hebben we gezegd, dan maar ben ik de speel en dan gebruiken we de verklaring van Job. En dan proberen we alle vier een Yad Vashem onderscheiding te laten toedelen. En inmiddels is dat uitgegroeid naar 6. Hoe groot is die kans dat ze die krijgen, die onderscheiding? Nou, die kans acht ik groot. Ze weten ook van de publiciteit. Ik zeg, het RTV Drenthe had er belangstelling voor. Hè, omdat die pakken de zaak op en die nemen dat helemaal mee. Maar ik ga ze niet in de weg lopen. En ze zeiden, nee, we vinden het prima. En we willen alle informatie die ook beschikbaar komt na dat persbulletin, willen we graag ook houden. En dat gaat ook mee in het dossier. Ja. Dus, en ze hebben gezegd, de aanvraag is zo voldragen dat er nu een besluit kan worden genomen. Dat het bijna niet kan mislukken. Maar het duurt nog wel een jaar. Ja, 2024 kwam het. Daar hebben ze het over. Ja. Ja, ja. En je wil, als we nou even vooruitkijken, dit onderzoek is afgerond, om zo te zeggen. Waar ben je mee bezig? Nou, wat ik zei van Job, die heeft zijn vader Ebi. Die heeft gewoon een heel boeiend verhaal. Daar heb ik ook al iets over geschreven, aan de hand van wat Ari mij ook weer gaf in 40. Maar dat verhaal is zo boeiend en integrerend dat ik daar een grote verhaal over ga schrijven. En dat doe ik als hobby. En dat komt wanneer het klaar is? Dat komt. Ja, ik heb tegen Helen Keming van 40 gezegd dat ik hem probeer klaar te hebben voor mij. Nou. Ik zal nog één verhaal, ik kan er heel veel verhalen over zeggen. Een van de leuke dingen is van Ebi, die daar ondergedoken gezeten heeft. Was na de Tweede Wereldoorlog de schoenverkoop van Amsterdam. En ook hij bediende ook het Koningshuis. Dus hij moest altijd naar het Paleis Soestdijk en de schoentjes voor de prinsesjes maken. En op een gegeven moment, dat is dan een verhaal, en dat ga ik ook wel in het artikel verwerken, zei Beatrix, die toen nog prinses was, van, vindt u ook niet dat ik dikke enkels heb? En toen zei Eben volgens, ja, die schampedoor, die wist niet goed wat voor antwoord hij daarop moest geven. Toen zei Beatrix, maar u moet wel beseffen, dat moet ze dadelijk een heel koninkrijk dragen, zegt ze. Dus ja, dat zijn toch prachtig. Dus het verhaal onder andere van Beatrix in haar dikke enkels lezen we rond mei in het blad 14. Zo doen we dat. Jan Willem, dankjewel dat je aan wou schuiven. Graag gedaan. Ja, en Timothy, we horen je al een paar keer. Timothy Maduro, fijn dat je er bent. Met jou gaan we het hebben over de week van het gebed. Ja. Want dat is deze week. Ja, dat is deze week. Het is eigenlijk een wereldwijde beweging en verzoek. En ook hier in Nederland doen heel veel kerken aan mee. En zo ook hebben de kerken in de gemeente Stadskanaal, die hebben al contact met elkaar. En dan zeiden ze van, ja, dat is goed voor ons om samen op te trekken, om zo'n week van gebed met elkaar te doen. Nou, bidden met kerk, dat is natuurlijk onze hoofdactiviteit. Hè, dat we met elkaar God vragen van, wilt u omkijken naar de noden van de mensen? Ja, en waarom is het dan zo belangrijk om in deze week het gebed dan centraal te stellen? Nou, het is, de week zelf heeft niet zo'n een specifiek betekenis. Nee. Je moet een moment kiezen. Het punt wat wij ervaren binnen de kerken is dat wij dusdanig georganiseerd zijn dat iedereen, wij spreken zondagochtend, naar zijn eigen gebouw gaan. En dan kom je elkaar niet tegen. Dus je moet met elkaar afspreken van, laten wij één week uitkiezen dat je dan bij elkaar op bezoek gaat. Vandaar dus dat nu ook dat uitgelicht is. Er zijn een aantal aanleidingen, maar dat is meer om het onderwerp wat actueler te maken. Ja, want hoe ziet het de week van het gebed hier in de Kanaalstreek dan uit? Hoe hebben jullie dat vormgegeven? Ja, wij hebben een paar maanden terug ben je aan het voorbereiden. Er is natuurlijk in één week 7 dagen of 8 dagen begin en eind op zondag. Er zijn meer kerken dan dat er dagen zijn. Dus dan moet je even selecteren van oké, waar wel en waar niet. Dus dan kom je bij elkaar. We hebben een platform met de verschillende kerken waar we met elkaar praten over deze activiteiten die we samen kunnen doen. En zodoende hebben de baptistengemeente gezegd van, nou, ik stel mijn deuren open
bij ons de Resurrection Church, de Evangelische Gemeente, de Pinkstergemeente, de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En op deze manier hebben verschillende kerken gezegd van, op die manier gaan we het organiseren en dan gaan we bij elkaar op bezoek. Ja, eigenlijk stellen de kerken hun deuren open, ook juist voor andere stromingen. Ja, dat is heel leuk om te zien. Ik zeg, de kerklandschap is als een tuin met verschillende soorten planten. Ja, de ene heeft doorns en de andere die, dat is meer een palmboom. Naar de kerk toe, er zijn kerken die zeggen, ons manier van bidden is in stilte. En dan gaan we met z'n allen bij zo'n kerk op bezoek. Dan heb je een onderwerp en dan bid je in stilte. Andere kerken die maken wat meer geluid, steken handen omhoog. Nou, dan kan je dat ook zien en ervaren. Maar uiteindelijk gaat het om wat je dan uitspreekt en roept en je intentie. Ja. Wat is jouw vorm van bidden? Het is misschien een persoonlijke vraag, maar ben je meer van de stilte of meer van het uitroepen? Ik vind van het uitroepen wel mooi. Ja, dat ik het hard op kan roepen. Je kan wat meer emotie inzetten. De onderwerpen vind ik vragen er ook om. Wat zijn de onderwerpen? Nou, als ik dit jaar heb gekozen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant goed doen. Nou, we hebben heel veel gehoord nu van mevrouw Brouwer. Maar ook recht zoeken. Nou, en dat is, dat snijdt aan heel veel kant. Dat zit ook heel veel emotie in. Als je denkt aan Oekraïne, maar racisme, discriminatie. Wij hebben specifiek gebeden voor de slachtoffers van de toeslagaffaire. Mm-hmm. Nou, als je induikt in zo'n verhaal, dat is hartverscheurend. En dan vind ik het als persoon dat ik mij ook emotioneel daarin kan zeggen van, dit is echt. Echt erg. En dat je dat ook oprecht op die manier kan uiten. Dus mijn persoonlijke vorm is, laat ik die emotie ook uit. Ja, afgelopen week waren we bij jullie in de kerk en daar hadden we een kerkganger gesproken. Oké. Ik vind het heel belangrijk om samen te bidden. Ook de tijd waarin we nu leven. Om voor elkaar, de liefde voor elkaar te hebben en samen één te zijn. En is dit uw eigen kerk of bent u op bezoek? Dit is mijn eigen kerk, ja. En gaat u deze week nog andere kerken bezoeken? Ja, ik ga zeker ook nog naar andere diensten toe. Ik weet nog niet welke avonden, maar ik ga absoluut ook in andere kerken bidden. U heeft een drukke week deze week? Ik heb een drukke week, maar ik vind het een leuke week. Timothy, ik zie dat je begint te lachen. Is dat zo? Is inderdaad naar andere kerken geweest? Ja, het is heel leuk om te zien. Dat er is natuurlijk altijd een groepje die zegt van ik vind het hartstikke leuk. Maar je ziet als je een kerk bezoekt ook dat de gemeenteleden, kerkleden zelf ook komen. Ze van er is iets bij ons in de kerk en dat is mooi. Dat aantal mensen rondtrekken, zo'n soort tournee die je dan doet. En wat ik ook leuk vind is vandaag in Musselkanaal, want we waren in Stadskanaal, Musselkanaal, zaterdag in Mussel. En dan zondag weer in Stadskanaal bij de Piste Noord. Dus op die manier zie je dat de groep die trekt rond. Ja, zijn er ook kerken waarvan je dacht, die bidden op zo'n manier, dat trekt mij ook wel aan? Of juist misschien helemaal niet. Is jouw vorm van bidden misschien ook veranderd door deze week? Nou, ik niet zozeer. Maar je hoopt wel dat kerken onderling elkaar ook vinden. En dat betekent dus dat ook wij zelf, want wij bidden niet alleen maar voor een onderwerp wat maatschappelijk, buiten de kerk zou je kunnen zeggen, relevant is, maar ook voor zaken die in de kerk relevant zijn. En als je praat over discriminatie of racisme of de zware emotionele onderwerpen, dan zijn het dingen die wij ook spiegelen naar onszelf moeten kijken. En dat betekent dus dat als je bij een baptist gaat of bij een gereformeerde kerk en je komt van een Pinkstergemeente, dan moet je ook over een grens heen. Dan moet je ook zeggen van ik accepteer de ander. Mm-hmm. Dus het is niet alleen naar buiten toe, maar ook zeker naar binnen toe. En wat je zegt van, denk je dat er
mensen ook hun blik qua gebed ook verbreden. Ik denk wel zeker dat dat heeft plaatsgevonden. Dat mensen zeggen van, ik hoef niet alleen maar altijd op deze manier te doen, maar ik kan ook op een andere manier doen. Nou, ben je bij veel avonden geweest deze week? Ik ben zondag geweest, maandag geweest, woensdag. Nou, vandaag, ze zijn op dit moment bezig. En morgen wil ik heel graag kijken in de gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Mussel. En dan zondag is ook gereserveerd. Dus dat is heel, heel mooi. Ja, en zie je dan ook de hele tijd dezelfde mensen meegaan? Ja, ja, ja. Er is een groep die trouw rondtrekt. Ja, en hoe groot is de groep die dan in zo'n kerk komt? Ik heb ongeveer rond de 50 mensen gezien. Ja. Is dat een beetje de verwachting ook die jullie hadden van tevoren? Nou, wij hebben natuurlijk de COVID-achtergrond dat mensen zeggen van, oh, elkaar opzoeken, een beetje voorzichtig. Men komt wat meer los. Mm-hmm. En ik denk ook dat als wij onderwerpen naar voren brengen die relevant zijn, dat mensen zeggen van, ja, daar wil ik ook mij voor gaan inzetten, dat ze ook dan ook dat meer mensen gaan komen. Ja. Ja. Komt er een vervolg volgend jaar? Ja, een Week van Gebed bestaat al 127 jaar. Mm-hmm. En volgend jaar gaan wij die organiseren, dus dat weet ik in ieder geval zeker dat die komt. Ja, ja. Dus jullie hebben er zin in om volgend jaar weer een tweede keer, ook op deze manier weer? Ja, ja, we gaan samen met de kerken, daar zijn we nu al met elkaar aan het overleggen, om te kijken op welke, ja, we zijn bijvoorbeeld deze keer niet in Onstwedde geweest. Mm-hmm. Dat is prachtig. En er zijn een aantal kerken die zeggen van, ik ben niet aan de beurt geweest. Dus dat is ook mooi om op die manier, ja, met elkaar te zeggen van, nou, kan jij... Dus nu aan jullie. Aan ja. jullie, ja, precies. Heel goed, Timothy. Dankjewel dat je aan wou schuiven en wou vertellen. Dankjewel. Jullie, dank jullie wel dat jullie allemaal zijn gekomen. Want dit was alweer één op vrijdag voor deze week. Morgen kan je vanaf 7 uur kijken naar Stevens Podiumgasten. Maandag is om 7 uur één op maandag weer. En om het nieuws te volgen kan je natuurlijk altijd naar onze website www.rtv1.nl gaan. Volgende week vrijdag, dan zijn wij er weer met één op vrijdag. Bedankt voor het kijken en een fijne avond. Hoi hoi!